Welkom bij de eerste video van hoofdstuk nummer 9. We gaan het vandaag hebben over de reactiesnelheid. En in de reactiesnelheid komen we als eerste een aantal thema's tegen die we al in HAVO 4 gezien hebben. En vervolgens gaan we verder met een nieuw gedeelte. Nou, je moet namelijk in deze paragraaf moet je het begrip reactiesnelheid kunnen uitleggen. En moet je 5 verschillende factoren weten waardoor de reactiesnelheid kan variëren. Als we weten hoe die kunnen variëren, dan kun je die wellicht ook verklaren. Een aantal daarvan zijn te verklaren aan de hand van het botsende deeltjesmodel. En een aantal aan andere of geen andere verschijnsels. Nou, daarna gaan we verder met de reactiesnelheid en hoe je daarmee moet rekenen. Dat zeg ik. Hier hebben we als eerst nog een keertje de eenheid, of nou niet de eenheid, de definitie van de reactiesnelheid. De definitie van de reactiesnelheid is de hoeveelheid stoffen die kan worden omgezet per tijdseenheid. Net zoals dat je kilometers per uur kunt afleggen in de snelheid met een auto, gaan we dus nu kijken naar de hoeveelheid stoffen die kan worden omgezet per tijdseenheid. En deze hoeveelheid stoffen die drukken we in deze paragraaf uit in een eenheid. Maar daar kom ik zo op. Allereerst, hoe kunnen we die reactiesnelheid ook weer variëren? Nou, dat kunnen we doen aan de hand van 5 verschillende grootheden. Allereerst kunnen we de katalysator kunnen we gebruiken. Als we een katalysator gebruiken, dan gaat de reactie sneller, doordat de activeringsenergie naar beneden gaat. En daarnaast kunnen we aan de hand van het botsende deeltjesmodel de concentratie, de verdelingsgraad en de temperatuur verklaren. En tenslotte is daar de stomste van het stel, de soort stof. Deze kunnen we wel variëren, maar daardoor verandert ook de reactie. En dus kan dan ook de snelheid variëren. Wil je dit nou nog eens even goed horen, waarom dit ook weer was en wat dus ook weer de gevolgen waren? Dan raad ik je heel sterk aan om even de herhaling te kijken van hoofdstuk nummer 1, paragraaf 4. Uit HAVO 4. En ik zal de video ook even als volgende video in deze afspeellijst zetten van HAVO 5. De rest van de uitleg van dit deel skip ik dus ook in deze presentatie. En ik ga meteen verder met het nieuwe onderdeel van HAVO 5. En dat is namelijk het rekenen met de reactiesnelheid. Nou, als we verder gaan met de reactiesnelheid, dan komt allereerst nog even weer een keertje de berekening, of de definitie tevoorschijn. Namelijk de hoeveelheid stoffen die worden omgezet in een bepaalde tijd. En daarbij is het belangrijk om die allereerst even 2 dingen te realiseren. Allereerst, de concentraties van de stoffen die zal afnemen aan de kant van de beginstoffen. De beginstoffen reageren weg om de reactieproducten te vormen en daarom nemen de concentraties van de beginstoffen af. Tegelijkertijd, bij het vormen van de reactieproducten, zal de concentratie van diezelfde reactieproducten dan ook gaan toenemen. Dus als we het hebben in termen van reactiesnelheid, dan zal de reactiesnelheid voor de reactanten, die zal negatief zijn, en de reactiesnelheid voor de producten, die zal positief zijn. Positief omdat ze gevormd worden en dat daardoor dus door de tijd heen er een grotere concentratie kan ontstaan. En een negatieve voor de reactanten omdat die over tijd minder worden. En dat kan natuurlijk alleen maar als er iets afgaat. Vandaar dat die negatief is. Nou zijn er 2 formules die er hier handig zijn om te kennen. En die lijken redelijk sterk op elkaar. En daarin zien we de volgende dingen tevoorschijn komen. R is C gedeeld door T. De R is van het Engelse woord rate. En rate, dat is eigenlijk reactiesnelheid. Dus de rate of reaction, dat is ook wel de reactiesnelheid. De C staat hier voor concentratie. En dat is concentratie in mol per liter. Zoals we in de vorige slide, maar ook in het andere filmpje zagen, is het aantal mol wat je hebt niet noodzakelijk heel erg interessant voor de reactiesnelheid. Maar de concentratie, het aantal mol per liter, dat is wel interessant. Dus we gaan hier steeds verder met de mol per liters. Dus de concentratie in mol per liter is erg belangrijk. En tenslotte, kleine t, dat is niet temperatuur,
Maar dat is de tijd. En dat is natuurlijk omdat er per bepaalde tijdseenheid iets moet worden omgezet. Nou, welke eenheden hebben deze drie nou? Deze drie hebben als eenheid, nou, ik zei bij concentratie, zei ik al, dat is mol per liter. En dat mag je schrijven als mol gedeeld door liter of mol maal liter tot de min eerste. En voor de tijd gebruiken we standaard één van de eenheden voor tijd. En dat is de eenheid seconde. Nou, dan moeten we ook nog de eenheid van de reactiesnelheid zelf bekijken. En wat kan dat nou precies zijn? Misschien is het leuk om even de video op pauze te zetten en dan met de formule zelf even te prutsen om achter de eenheid te komen. Maar ik ga het in een paar seconden ook uitleggen. Op het moment dat we de eenheden invullen op de juiste plekken hier, dan krijgen we mol per liter gedeeld door seconde. De reactiesnelheid, die heeft dan dus ook als eenheid mol per liter deelstreep per deelstreep seconde. Dus die schrijf je op als mol per liter per seconde. Ofwel mol maal liter min 1 maal seconde min 1. Dat zijn de formules. Vervolgens heb ik nog een tweede formule ook neergezet. Dat is deze formule. Deze formule is C eind min C begin. Dus de concentratie aan het einde min de concentratie van het begin. Als je die uitrekent, dan heb je het verschil in concentratie tussen het begin en het eind. En dus is dat de concentratieverandering die je nodig hebt om dat over een bepaalde tijd uit te kunnen rekenen. Deze wordt soms ook wel weergegeven als delta C, maar dat heb ik in de PowerPoint niet neergezet. Goed, nou, nog even een keertje wat we net bovenaan in het scherm hadden staan, of onderaan in het scherm hadden staan, zet ik nu even bovenaan neer. En dan gaan we daarmee aan de gang. De reactiesnelheid is iets wat je op ieder moment kan berekenen. Als je namelijk kijkt naar een auto die over de snelweg rijdt, dan kun je over die auto zeggen dat die op een bepaald moment 80 km per uur rijdt. Of 100 of 120. Echter, bij een reactiesnelheid kun je dat ook doen, maar wordt dat redelijk lastig. En daarom worden we over het algemeen blijer van een gemiddelde snelheid. Tussen moment A en moment B pakken we dan twee puntjes van de concentratie. En daarmee gaan we een gemiddelde snelheid van daartussen berekenen. Nou, en hiervoor hebben we ook een voorbeeldje. Dus pak misschien je rekenmachine er even bij, want dat kan misschien wel nuttig zijn. En hier is de voorbeeldopgave. Bereken de gemiddelde reactiesnelheid voor een 20 minuten durende reactie, waarbij er 8,5 mol glucose wordt gevormd in een reactor van 2,5 liter. Bedenk je even goed, wat is de concentratie aan het begin van de reactie, voordat de glucose wordt gevormd, en wat is de concentratie van de glucose aan het einde van de reactie. En ga daarmee vervolgens rekenen. Zet de video even op pauze, zodat je even de tijd hebt om te rekenen. Nou, als we deze gaan uitrekenen, dan moeten we voor eerst de concentraties weten. De concentratie voor de reactie is 0 mol, want er is nog niets gevormd. Reactieproduct is glucose, die wordt gevormd. Aan het begin is er dus nog niks aanwezig. Die niks die is aanwezig in 2,5 liter, want dat is nou eenmaal de grootte van de reactor. Gedurende die reactie gaat er 8,5 mol gevormd worden en die bevindt zich op dat moment nog steeds in die 2,5 liter. Dus als we dat in formuletaal en in een concentratie willen weergeven, dan ziet dat er als volgt uit. Niets gedeeld door 2,5 liter, 0 mol gedeeld door 2,5 liter, is 0 mol per liter, logischerwijs. Maar veel belangrijker, 8,5 liter, wat er is, 8,5 mol glucose wat er is gevormd, gedeeld door 2,5 liter aan het einde, dat levert op 3,4 mol per liter. Nou, om C uit te rekenen, misschien weet je het nog van de vorige slide, is het C eind min C begin. Dus dat is in dit geval 3,4 min 0, is dus nog steeds
3,4. Nou, dit is het getal wat we dus voor C hebben. Maar we moeten T nog uitrekenen, want anders dan hebben we nog geen formule die we kunnen invullen. Nou, wanneer wordt dat gedaan? Nou, in 20 minuten wordt die volledige 8,5 mol gemaakt. Maar we mogen geen 20 invullen, want de eenheid hier is seconde. Oftewel, we moeten die 20 minuten nog keer 60 seconden doen om bij 1200 seconden te komen. Als we dan ook nog de 3,5 mol per liter meenemen, dan krijgen we ingevuld deze formule. 3,4 mol gedeeld door 1200 volgens C gedeeld door T. En dan komt er 0,002833 en een heleboel andere cijfers uit. Wat je vervolgens kunt afronden op twee significante cijfers voor de 2,5 liter, ofwel de 20 minuten. Zo komen we op een eindantwoord van 0,0028 mol per liter per seconde uit. En dit is dus het antwoord voor deze vraag. Nou, dan hebben we nog een tweede voorbeeldberekeningetje. Die is hier. Bereken de gemiddelde snelheid bij een reactie waarbij 73% van 1,6 mol per liter ammoniak wordt afgebroken in 45 seconden. En je mag de video weer even op pauze zetten om zelf eerst eens C begin en C eind uit te rekenen. Probeer dat eerst. Nou, C begin is voordat de reactie gaat beginnen. En dat is dus in dit geval gewoon de reactiesnelheid, of de concentratie die is gegeven. Oftewel, de 1,6 mol per liter, dat is de beginconcentratie. Aan het einde is 73% afgebroken. Dat betekent dat aan het einde 73% weg is. Wat is er dus nog over? 27%. Om dus de concentratie aan het einde uit te rekenen, nemen we 1,6 mol maal 27%, hetgeen wat over is. En zo komen we op een eindconcentratie van 0,432 mol per liter. Het verschil in concentratie, C eind min C begin, is daarom, als je dat doorrekent, negatief 1,168 mol per liter. Dat betekent dat we hier dus te maken hebben met een negatief getal. Kan dat kloppen in dit geval? Ja, dat klopt, want de ammoniak wordt afgebroken. En iets wat afgebroken wordt, dat wordt in concentratie natuurlijk minder. Dus zullen we ook minder vinden in onze eindoplossing. Dus negatief. Nou, de tijd was gegeven, dat was 45 seconden. Kunnen we dat dan vervolgens doorrekenen? Ja, dat kunnen we ook. We kunnen namelijk min 1,168 mol per liter delen door 45 seconden. Daarmee komen we op een resultaat uit van min 0,025955 en dan onafgerond, dus een heleboel cijfers, kunnen we afronden op twee significante cijfers voor de 45 seconden. Voor de 73%. En dus komen we uit op een resultaat van min 0,026 mol per liter per seconde. En op deze manier heb je twee varianten van berekening gezien die te maken hebben met deze reactiesnelheid. In het huiswerk moet je hier een aantal keer mee gaan oefenen, want met de reactiesnelheid kunnen we een heel aantal verschillende vragen stellen. Niet alleen tijdens het huiswerk natuurlijk. Maar ook tijdens de toets en straks ook tijdens het examen. Dus hier moet je zeker even mee gaan oefenen. Nou, dit is alles wat ik wilde vertellen voor dit moment. Kijk alsjeblieft nog even de video van 1.4 terug als je de tweede en de derde nog lastig vond. De tweede en derde leerdoel hier nog lastig vond. En voor de rest kun je aan het werk met de reactiesnelheid en dienstberekeningen. Hierbij zijn er in totaal 5 huiswerkopgaven. En daarbij wens ik je heel veel succes, veel plezier en geniet ervan!